is vandaag zaterdag en ik ga vandaag met Mathilde en Dante gaan we naar Boudoir Nederland. En dat is namelijk onze nieuwe hoofdsponsor van de misverkiezing. We gaan namelijk vandaag jurken uitzoeken die we aan mogen tijdens de casting. Want de casting is namelijk over 2 weken al. En ja, we mogen weer zo'n mooi gala jurk aan. Dus ik ga jullie even meenemen hoe de jurken eruit zien, welke we kunnen kiezen. Dus Mathilde zit hier achter. Die zit zich nog even lekker op te maken volgens mij. Bijna klaar. Bijna klaar, ja. Dus jullie gaan de jurken zo meteen zien. Nou, wij zijn nu bij Boudoir Nederland en we zijn nu de eerste jurk aan het passen, zoals jullie zien. Ik zal even... Ik heb een blauwe aan, Iris heeft een zwarte aan. Ja, ik vind het echt super mooi. Ik heb een hele mooie roze aan. Ja, het staat heel mooi. Wacht, ik kan wel even draaien. En ik ga nog even meer. Oh, dat is echt wel heel erg mooi. Oh, ja, echt heel erg mooi. Oké, net als achtergrond, maar niet als die kant. Theo, mag ik jou eens zien? Even jouw jurkje. Ja, zet je heel mooi, Theo. Love it. En Dante, mag ik jou eens zien? Ja, natuurlijk. Oh, nice. Oh, die kleur staat je zo goed. Ja, echt hoor. Staat je heel erg goed. Oh, nice. Nou, we hebben de volgende jurk aan. Ik draag nu deze. Hij is me wel ietsjes te groot, maar ik vind hem verder wel echt super mooi. Er zitten heel mooie steentjes hier. Kijk, ze hebben echt heel veel mooie jurken. Allerlei kleurtjes. Nou, ik zal even de jurk van Dante laten zien. Een en al shiny. Hij is heel mooi. Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem wel heel mooi, maar hij is eigenlijk iets te groot. Maar ja, de kleur is ook wel net iets te groot bij mij. Super gaaf. Ik zet het een beetje af. Maar er zijn er nog zoveel, we moeten er echt nog heel veel passen. Ja, dat is echt zo. Zo, ik heb de volgende aan. Ja, het is zelf niet helemaal mijn kleur dit. Verder is het wel een mooie jurk aan de achterkant. Hier. Ja, oh, deze is echt zo mooi. Een beetje ijsblauw. Oprecht een beetje mijn favoriet nu. Ja, voor 1 maand. Oh, deze is ook zo mooi, Dante. Ja, staat je heel goed die kleur. Top, leuk. Til, 2 van de jurk die je aan hebt. Ja. Oh, die is mij. Ja, deze. Ja. Ja, staat je heel mooi ook. Ja. Heb je al een favoriet? Ja, nou, ik weet het eigenlijk niet. Misschien die een Rihanna. Lastig. Iedereen staat voor jurk hier echt super mooi. Nou, ik heb hem niet gepast, maar ik wil hem even aandoen. Ja, we willen allemaal dezelfde jurk misschien. En als je hem aangaat, waarschijnlijk allemaal deze. Ja, dat kon ik maar wel verwachten. Maar zo ja, zo zijn we alle 3. Ja, dat zijn we al. Ja. Oh, dat wordt lastig, meiden. Nou, ik denk dat ik die jurk misschien wel heb gevonden. Nou, ik vind die heel erg mooi die ik aan had. Deze die ik nu aan heb? Ja, deze en dan die eerste. Maar die eerste vind ik ook een beetje, ja, weet ik, niet echt misachtig. Welke was de eerste? Ja, maar deze staat je ook heel mooi. Het is wel heel standaard, snap je? Het is wel heel... Ik zal het wel eens even laten zien. Ik vind meer mis, snap je? Dat klopt, maar dat heb je ook niet. Nee, dat hoeft niet. Kijk, er zit een split in. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik vind de kleur mooi. Ik vind het mooi dat hij V-hals heeft. Top, dus ik denk dat dit hem gaat worden, maar dat weet ik nog niet zeker. Nou, we zijn nu nog steeds de jurk aanpassen. Volgens mij zijn we er denk ik wel een beetje uit, toch? Ja, ja, allemaal waarschijnlijk in blauw, ja. Kijk, kunnen we een beetje zo showen. Super mooi. Ja, ik ben nog niet helemaal overtuigd dat ik deze doe of de donkerblauwe, maar dat ga ik zo meteen beslissen. Dit zijn de jurken die
Mathilde en Dante hebben gekozen. Oeh. Ja, staat jullie allebei echt super mooi. Ja, happy? Ja, zeker. Ja, nou top. Ik zal deze ook nog even laten zien in de spiegel, want deze hebben jullie nog niet gezien. Het is echt een shiny glitter jurk. Ik vind het wel heel vet eigenlijk. Ja, heel tof. Maar hij is me eigenlijk een beetje te groot, dus ik twijfel nog tussen de donkerblauwe of deze. Nou, wij hebben zojuist de jurk uitgekozen. Ik heb gekozen voor de donkerblauwe met de V-hals die ik jullie heb laten zien. Dante heeft gekozen voor haar allereerste jurk. Was lichtblauw, is ook super mooi. En Mathilde heeft ook gekozen voor de blauwe met de glitter. Dus ik ben helemaal happy. Ik kan echt niet wachten tot de casting is. Dus over 2 weken mag ik hem dan eindelijk aan. Dus dan hebben we alle 3 mooie jurken van Boudoir Nederland aan. Hoi, goedemorgen. Nou, mijn planning voor vandaag is, ik ga eerst even sporten, want ik sport namelijk van maandag tot en met donderdag in de sportschool bij Fit & Fun. Ja, daar doe ik gewoon eigenlijk cardio en veel krachttraining, om gewoon lekker een beetje fit te blijven. Verder ga ik straks naar Oldenzaal toe, daar heb ik een fotoshoot voor de kledingwinkel Goldie Store. Dus daar heb ik ook heel veel zin in, Dante is daar ook, dus ja, dat wordt heel erg leuk. En ook hoor ik vandaag of ik word aangenomen. Want ik heb namelijk gisteren een sollicitatie gehad in Hilversum. Bij de KRO-NCRV voor het programma Binnenste Buiten. En ja, ik ben namelijk sinds de zomer afgestudeerd aan de opleiding TV-productie en evenementen. Ik heb 3 jaar gestudeerd daar. En ja, het was echt een superleuke opleiding. En ja, nu wil ik eigenlijk gewoon super graag al aan het werk. Dus ik wil eigenlijk niet meer doorstuderen. Ik wil gewoon lekker aan de bak. Dus ik wil echt, ja, echt eerst de productie doen. Dus echt dingen achter de schermen, dingen regelen. Dat vind ik echt super leuk om te doen. Dus ja, ik hoor dus vandaag dat ik word aangenomen. Dus super spannend. Het gesprek ging echt heel goed. Dus ja, ik ben wel een beetje nerveus. Dus ik hoop gewoon dat ik zo snel mogelijk aan de bak kan. Het is verder niet dat ik niet werk. Want ik werk namelijk ook nog in de horeca. Ik werk bij een restaurant De Mario. Dat doe ik al 5 jaar. Zit ik in de bediening. Dus ja, dat doe ik eigenlijk ook nog steeds met heel veel plezier. Ja, verder doe ik ook veel hostesswerk. En af en toe gewoon wat klussen als gastvrouw ook. Bij verschillende bureaus. Ik zit bij Stella Agency en ik zit bij Showponies. Dus ja, dat vind ik ook gewoon super leuk om te doen. Maar ik wil gewoon nu gewoon echt aan de bak gewoon waarvoor ik gestudeerd heb. Dus dat hoor ik ook straks, dus dat ga ik jullie ook even laten weten wat daar is uitgekomen. En verder ben ik van plan om deze week gewoon een beetje te gaan vloggen. Ik ga namelijk deze week ook mijn haar laten verven bij Mi Momento. Dat is namelijk een van onze sponsors van de misverkiezing. Dus dat ga ik jullie ook meenemen. Nou, veel kijkplezier! Nou, ik ben nu bij Goldie Store en we gaan vandaag allerlei leuke items shooten. Nou, ik mocht net zelf even een item uitzoeken. Ik heb dit gekke jasje aan. Samen met deze witte top. En deze bruine flarebroek. We zijn nu in Oldenzaal. We zijn nu lopen in het centrum. En we gaan even leuke plekjes opzoeken. Waar we foto's gaan maken. Nou, ik heb winactie en gewoon nog de... Die is voor een winactie, toch? Ja. Ja. Nee, ik heb dit gekke bruine jasje aan. Met dit leuke witte shirtje. En een mooie bruine flare. Helemaal leuk. Nou, we hebben nog een outfitje aan. Ik heb nu deze blouse. Samen met die witte top. En dit hele leuke rokje. En ik heb een chic blouseje. Met een leren broek en met een smart dress. Ja, superleuk. Koud, Dante. Ja. Die echt heel warm zonder jas. Nee. Oh, wat dacht je van mij dan? Ik heb gewoon blote benen. Oh, vreselijk. Ja. Dat is pas koud. Nou, neem jongens, neem mijn jas mee als je gaat shooten. Hou op. Zo, ik heb gisteren eigenlijk niet meer kunnen filmen, want ik moest eigenlijk meteen door naar mijn werk. Want ja, ik was eigenlijk al een beetje te laat. Dus ja, vandaar dat ik het nu eventjes doe. Ja, ik heb gisteren echt een superleuke fotoshoot gehad, in ieder geval bij Goldie Store. En het was echt heel erg gezellig met alle meiden. En ik heb ook nog een leuk cadeautje gekregen, namelijk dit leuke jasje. Die had ik denk jullie al wel laten zien op de filmpjes.
En ook ben ik gisteren dus gebeld door een bedrijf waar ik had gesolliciteerd. Ja, helaas ben ik niet aangenomen voor de functie waarop ik had gesolliciteerd. Dus dat is echt super jammer. Maar ze hebben me wel een andere optie gegeven. Ze sturen namelijk nu mijn cv door naar een andere functie, namelijk online gebied. Dus dat ik daar eventueel productie voor kan doen. Dus eigenlijk ook wel weer positief. Dus het is nog niet helemaal nee. Dus wie weet dat ik wel daar aan de slag kan. Dus, maar dat hoor ik nog wel. Dat heb ik namelijk... ik heb geen idee wanneer ik het te horen krijg. Maar ja, weet je, andere kant. Het heeft ook geen haast. Ik hoef ook niet per se meteen nu al een baantje in de mediawereld. Want ja, weet je, ik ben nu gewoon aan het werk. En echt, ik heb het al best wel druk. En het is allemaal gewoon superleuk. Dus, maar ja, het is toch wel fijn als je een beetje vastigheid en zo hebt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat wel weer komt. Dus, en er zijn natuurlijk nog genoeg sollicitaties waar ik gewoon op kan reageren. Dus dat ga ik ook nog zeker even doen. Dus ik hou jullie op de hoogte. Zo, zoals jullie zien ben ik gisteren naar de kapper geweest. Ik ben weer helemaal mooi blond. Ik heb mooie highlights gezet. En ja, mijn eigen haarkleur is eigenlijk vrij donker. Dat is best wel... oh ja, dat kan ik nu eigenlijk niet meer zo laten zien. Maar best wel een beetje de kleur van mijn wenkbrauwen. Dus, maar ja, ik vond het toch wel weer leuk om lekker weer blonde highlights te zetten. En ook heb ik vandaag een pakketje binnen gehad. Namelijk... deze. Oh... maar ja, die ga ik nog even openmaken. Dus ik ga jullie zo meteen even laten zien wat erin zit. Zo, ik ga het pakketje nu openmaken. Het pakketje is in ieder geval van Must Have District. Dus nou, daar gaat hij. Zo, nou het eerste item dat ik eruit haal. Is deze te gekke top. Heel erg leuk. Want ik wil deze namelijk onder iets doen. Wat namelijk erbij hoort. Dat is namelijk. Deze te gekke blazer. Oh. Heel erg tof. Nee, ik ga hem zo even aantrekken. Zodat jullie kunnen zien hoe die staat. En bij deze blazer hoort ook een te gekke broek. Dus het is echt een super toffe match. Het is eigenlijk een pak. Wat eigenlijk bij elkaar hoort. Een geruit pak. Met deze broek. En dan vind ik het dan super leuk als ik deze topper eigenlijk onder doe. Zo maakt hij toch een beetje sexy als je hem dan open doet. Dus dan ja. Nou, ik ga hem eens even aantrekken. Dan kunnen jullie zien hoe die staat. Nou, ik heb het pak aan en hij is echt oprecht super gaaf. Nou, allereerst is de blazer. Hij valt wat oversized, maar dat vind ik dus juist wel heel erg leuk. Nou, en de broek zit echt perfect. Ik heb eigenlijk van alles maat S. De blazer is maat S. En de broek eigenlijk ook. En de broek is onderkant, is hij ietsjes wijd. Dus hij zit niet helemaal strak, maar verder zit hij hier wel gewoon mooi aangesloten. Nou ja, en de top, die vind ik ook echt super gaaf. Dus het is wel leuk om een beetje zo open te dragen. En dan eventueel zo met de knoop dicht. Dus super blij mee. Ik zal verder nog even de linkjes onderaan de video zetten. Zodat jullie ook op de website kunnen kijken van het pak. Dus nogmaals, maat S van de blazer. En ook maat S van de broek. En ik ben zelf E75, dus... hij valt wel ietsjes kort, maar als je er gewoon leuke witte sneakers of andere sneakers onder doet, dan is die helemaal perfect. Zo, dit was alweer mijn tweede vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet nog even een duimpje omhoog te doen en vergeet niet gratis te abonneren. Dankjewel, doei doei!